Ergens op een veld in Duitsland staat deze verlaten machine. De machine werd gebouwd in de jaren 60 om duizenden tonnen bruinkool uit te graven in de Duitse dagbouwmijnen. Met zijn 56 meter hoog en 112 meter lang is dit de grootste verlaten machine ter wereld. De graafmachine kon 6 meter per minuut graven en gooide zijn gegraven bruinkool op een lopende band. Vervolgens ging het bruinkool via de band naar de energiecentrale toe om daar stroom van op te wekken. In 2003 stopte de werking van deze machine doordat de machine te oud werd en nergens meer gebruikt kon worden. 17 jaar later gaan wij kijken wat er over is van deze machine. Zo rijdt er een beveiligingsauto langs ons, is de boer naast de machine zijn land aan het maaien en komen er mensen op een crossmotor en een quad voorbij. Of dit goed gaat, check je in deze video. Jongens, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van UrbexNL. We lopen net heel dit pad af. We zijn namelijk op zoek naar een machine en dit was een graafmachine. En die graafde dus heel de bodem en heel de toplagen eigenlijk, graafde die af naar bruinkool. En dat ging dus weer verder de machines in of door de machines heen via een band. En dat ging dus uiteindelijk naar de centrales en daar werd dus ook energie van gemaakt. Ik moet een kleine 15 minuten denk ik nog lopen ongeveer. Het is bloedheet. Ik heb net gekeken op de weerapp. En daar zeiden ze dat het nu 32 graden was. En om dan even te lopen een stukje. En dan straks nog heel de machine te beklimmen. Dat is toch wel even een dingetje. En hier kan je de machine al zien staan. Kijk hoe enorm groot dat ding is. Dan moeten we alleen nog helemaal daarheen zien te lopen. En daar lopen de anderen. En ik ben benieuwd of we snel een ingang kunnen vinden. Na nog geen 5 minuten te hebben gelopen, kwam er een witte terreinwagen van de beveiliging onze kant op. Omdat wij hier met camera's liepen, moest de man wel weten waar we naartoe gingen. Maar gelukkig reed hij door. Helaas had ik hem niet goed kunnen filmen, omdat ik bang was dat hij het zou zien en misschien zou stoppen. Hier hebben we dus die enorme ding, maar daar aan de overkant, zoals je misschien wel kan zien, rijdt dus ook een rode trekker. Daar. En die kijkt dus precies hierop uit. Dus we moeten wel even snel weg hier. En dan gewoon snel over deze kant op lopen. Anders worden we gezien, maar moet je kijken hoe enorm groot deze machine is. En het kon dus ook gewoon rijden, want het kon 6 meter per minuut kon die graven. Geen idee hoe ver die kon rijden, maar dit is echt ongelooflijk vet. Hoe groot zo'n hele machine is. En dat werd dus allemaal voor die bruinkool. Dit was gewoon misschien nog wel 40 meter hoog of zo. En die graafde dat dus heel langzaam. Graafde die dat dus af. En dan heb je hier nog een andere arm eigenlijk soort van. En hier viel dus waarschijnlijk ook weer al die bruinkool, viel hier dus in deze bak zo. En dat ging dus automatisch met de lopende band, ging dat dus helemaal door naar de andere kant en de centrale in. Oh, hij rijdt nu weg, ja. Hij draait om. Hij is in het gras maaien ofzo. Ja. Telkens reed de trekker terug om weer een ander stuk te maaien. Zo had hij elke keer, als hij terugreed, goed zicht op de machine en zou hij ons makkelijk kunnen zien lopen. We moesten dus heel erg voorzichtig zijn. We staan dus nu ook onder de machine. Moet je kijken, hier loopt die ene band met die emmers aan die kant. En hier heb je dus allemaal verschillende trapjes naar boven. Maar moet je kijken, deze rupsbanden. Dit is toch niet normaal. Kijk hoe groot deze rupsbanden zijn. En dan zal ik er dus even een klein beetje naast gaan staan. Ik weet dus nog niet of jullie het een beetje zien. Maar dan heb je een beetje een kleine indruk hoe groot deze dingen zijn. Ik denk dat het misschien wel 2,5 meter misschien wel groot zijn deze rupsbanden. Hier, moet je kijken. En dan had je dus aan deze kant had je 2 rupsbanden. Je had hier achter mij aan die kant 2 rupsbanden. En aan deze kant had je 2 rupsbanden.
En met die rupspanden kon ze dus ook gewoon overal heen rijden waar ze wilde. Je had natuurlijk een hele vlakte met al die bruinkool en zo. Misschien wel een paar kilometer tot dat groot was. En daar reden dus gewoon heel deze machine, reden dus gewoon heel de tijd heel rustig heen. En elke keer graafde die dus meer weg. En dat die ook met die rupspanden steeds verder kon rijden. En hierboven heb je dus ook een plaatje hangen. En er staat daar onderin staat 1964 het bouwjaar. Dus deze machine is tussen 1964 en 1965 is deze hele machine gebouwd. En heel deze machines werden dus ook gebouwd tussen 1964 en 1965. Net ook wat je op dat bordje zag staan, 1964. En tot 1999 hebben ze hier dus heel de toplaag tot de kolenproductie hebben ze dus afgegraven. Dus dat was allemaal bruinkool en allemaal zulke dingen waar je dus ook energie mee kan opwekken. Dus dat deed deze machine die hier staat. En daarna werd het dus overgelaten aan de andere machines. Waar dus ook weer de kolenproductie en zo, omdat de mijn hier ook sloot. Moesten ze eigenlijk deze machine moesten ze ook eigenlijk gewoon stoppen. En tussen 1986 en 1987 hebben ze het nog wel gebruikt ergens anders. En waarschijnlijk is dat dus deze plek, dat deze machine op deze plek is neergezet toen ze dat hier dus gebruikten. En sinds die tijd hebben ze dus gewoon niks meer eraan gedaan. Hebben ze hem niet meer weggereden, hebben ze hem niet meer gebruikt. En sinds die tijd staat deze machine hier dus. En dan lopen we ook gelijk even naar het achterste deel van deze hele machine. Dat is toch wel echt enorm vet. Ik ga eerst deze machine filmen, of althans dit deel, en dan ga ik naar het grote deel. En hier zie ik al een bordje met stop en ga je niet verder. Maar wij gaan hier natuurlijk op. Wij stappen er overheen en gaan gewoon deze trappetjes op. Ik ben nu al een paar tredes omhoog gelopen. Je moet zien eens hoe onstevig dit is. Onstabiel. Maar we staan hier wel mooi op. En hebben hier alweer super mooi uitzicht. Met ook weer heel dat ding daar. Dat was waarschijnlijk één grote loten ding of zo. Dat eigenlijk heel die kraan dus omhoog hield en waar je dus ook mee naar beneden kon halen. Als je dus daar aan die andere kant dus hoger de bruinkool weg wilde halen, komt heel dat mechanisme kon dus helemaal zakken om dat dus ook te doen. Shit. Ik hoor een auto of een... Heel snel hier naar binnen. Hier voel ik me dus een klein beetje veilig. En kan de beveiliging ons ook misschien wat minder snel zien. Maar hoor dus elke keer hoor je een auto voorbij rijden. Een kwad of zo. Rijdt hier wel daadwerkelijk iets. Hier, kijk, ze rijden hier met crossmotors. En een quad, wat ik je dus net ook zei. Dus gelukkig is dit keer geen beveiliging. Maar we hebben dus wel de auto van de beveiliging zien rijden. Maar dat betekent ook dat als deze ons misschien zien, dat we dan ook gewoon, dat hun misschien wel de beveiliging een seintje geven. En dan moeten we echt maken dat we wegkomen. Mensen op die quad kunnen ook gewoon beveiliging zijn, hè? Er is meer terrein voor een quad. Dus kan die veel makkelijker, kan die overal heen. En dan kunnen ze ons heel makkelijk zien. Ik ga dus ook even deze kant op. Hier hebben we dus nog een trapje die naar boven gaat. Dit is al echt super hoog. Je kan alles hier door beneden zien. Dus dat maakt het ook wel echt best wel spannend om hier op te lopen. Omdat het nu al sinds 1964 is gebouwd. Kijk, hier is alles al helemaal weggezakt.
En je moet wel echt heel erg oppassen. Want het laatste wat je wil is dat je naar beneden valt. Dit is toch wel echt super gevaarlijk. Wij doen het natuurlijk alleen speciaal omdat we natuurlijk aan jullie willen laten zien hoe deze machine eruit ziet. Maar doe dit zelf alsjeblieft niet na, want dit is echt veel te gevaarlijk. En dan komen we hier bij een soort van kleine controlekamer. Waar iemand waarschijnlijk heeft gezeten die heel die band die je hier ziet. Misschien kan ik wel verder nog naartoe lopen. Kijk, waar je heel die band in de gaten kon houden of dat allemaal goed ging. Hier kan ik dus ook gewoon allemaal naar rechts en naar voor de band die je misschien heen en weer kon doen. Voor de bel. Zo'n bagger. Dat was het spul wat ze eruit halen. Naar links. De kabelwagen. Echt van alles kon je hiermee regelen. En met meer dan 32 graden is het toch wel een van de laatste dingen die je zou doen op zo'n warme dag. Maar ja, wij doen het gewoon. Wij willen dit ook zien. Wij vinden het super vet. Dit is misschien maar eentje op de wereld. Of misschien wel in ieder geval in Europa waar je snel bij kan komen. Die hier gewoon überhaupt verlaten staat. De rest wordt natuurlijk gelijk allemaal gesloopt en afgebroken. Maar deze staat er dus nog. En dat komt dus ook omdat de gemeente wilde dus eigenlijk heel deze machine wilde ze slopen. Maar oud-werknemers en mensen in de buurt wilden deze machine gewoon behouden. Omdat die natuurlijk zo oud is, zo vet om te zien. Dus ja, dit wil je natuurlijk wel hebben staan. Daar hebben ze dus een petitie voor getekend. En ze hebben dus aangesloten of ze hebben iets opgericht waardoor ze op een soort van erfgoedlijst de machine kwam te staan. Dus dan mag het ook dus niet gesloopt worden. Dus vandaar eigenlijk dat de gemeente niks met deze machine kan doen, ondanks dat ze het wel willen slopen. Ondertussen heb ik het gehaald om met deze grote machine te komen. En hier lopen weer allemaal verschillende trappetjes en dingetjes. Ik moet heel erg bukken, ik moet oppassen waar ik loop. Dan denk ik deze naar boven. Je hebt overal verschillende gangetjes en trappetjes en zo waar je allemaal mee naar boven kan. Ik ga deze op. Heel voorzichtig. Al die treden zijn gewoon helemaal naar beneden gekomen. Ik denk dat ik zonder overdrijven misschien wel 30 meter hoog te staan. Als het niet meer is. En dat is niet het allerleukste wat ik ooit heb gedaan. Maar in ieder geval zijn we boven. En hier achter hebben we dus ook weer een stukje kleine stoppenkastruimte en energieruimte. Waar ze dus heel die schijven en zo, die helemaal konden draaien, die machine delen en zo, allemaal mee aanstuurden. En dit is dus ook precies zo'nzelfde kast. Ik ben ondertussen helemaal buiten aan. En daar zie je ook al dat een plaat helemaal is weggehaald. Dus we moeten wel echt super erg oppassen hier. En echt kijken waar we onze voeten zetten. Want hier beneden wil je echt totaal niet vallen. Ik ga ook gewoon heel voorzichtig weer deze kant op. Kijk. Hier heb je ook weer een soort van aansturingssysteem. En heb je hier. Wauw. Kijk hoe vet. Hier heb je ook weer gewoon de grote knop. Waar je misschien alles mee aan en uit kon zetten. De ampère metertjes zie je hier. En ook hier allemaal bepaalde dingen. Ik heb geen idee waar dat allemaal voor is. Maar vanaf hier had je wel echt een super mooi uitzicht over de machine. Maar niet alleen over de machine. Moet je kijken. Super mooi uitzicht dat we hier hebben. En dan ook op deze arm. Maar ook gewoon overal waar je kijkt. Hebben we wel gewoon in de ruime omgeving. Heb je een super mooi uitzicht. Met deze arm. Deze arm kon dus ook omhoog. En dan ging dat achterste deel ging dus helemaal plat. Holy shit. Dit is echt denk ik het engste wat ik ooit heb gedaan, jongens. Maar we doen dit allemaal. Ook voor jullie. Maar ook omdat ik het natuurlijk super vet vind om zulke locaties te bezoeken. We staan nu in de bak. En hier is dus dat hele mechanisme dat dus kon draaien. En voor mij sta ik er nog niet in. Hij zit dus nog iets verder deze kant op. En natuurlijk beschermd met die glazen of die metalen platen zoals je kan zien. Dus waarschijnlijk hier tussen heeft dus heel die bak gedraaid. Ik weet niet of ik misschien een shot kan maken. Kijk, ik klim heel even heel snel dit trappetje op. En dan heb je hier dus echt enorm mooi uitzicht over die bakken. Verder ga ik niet, dit is echt veel te veel risico.
En we moeten ook snel terug. Daar zie je nog een bak. En hier heb je dus nog een bak. Dus dat is wel echt super groot zijn die dingen. Je kan dus ook wel duidelijk zien vanaf de buitenkant lijkt het erop dat het misschien ja, een stuk kleiner is. Maar als je er daarnaast staat, dan pas je er echt wel een paar keer in. Dus het is echt wel lijp om te zien. Ik denk dat we heel snel weer weg moeten gaan. Want het is hier niet heel erg veilig. En precies daaronder heb je dus ook het controlehokje. Waar dus ook de bestuurder van die hele kraan dus in zat. Die kon dus precies kijken hoe dat dus met die bakken gaat. Die hierheen gingen. En hoe hoog ze moesten graven. Hoe ver ze nog moesten gaan. Het is toch echt, denk ik, de meest unieke locatie. En de meest speciale locatie die ik ooit heb bezocht. Kijken. En zoals je kan zien is dit dus een heel erg groot mechanisme dat dus kan draaien. Dus als je dus zo'n hele vlakte had van een paar kilometer aan grond. Dit was waarschijnlijk eerst een of andere koolhoop, zeg maar, van die bruinkool. En dat is dus allemaal hier weggehaald. En deze machine kon dus ook draaien. Dus heel die arm, die kon dus gewoon helemaal naar de gewenste richting. En dan kon hij dus daar heel de tijd graven. En dat kon dus elke keer helemaal draaien. Totdat je dus eigenlijk gewoon een heel stuk weg had gehaald. En dus ook weer verder kon rijden en een ander deel kon doen. Deze hele machine is dus 50 meter hoog en 171,5 meter lang. Het is echt ongelooflijk hoe lang dat is. Dus jongens, wij gaan weer zo snel mogelijk weg. Want we hebben net al verschillende mensen gezien die hier langs het terrein liepen. Of nou, althans liepen. Vooral met een quad en met de auto en zo allemaal. Dus het is veel te gevaarlijk om hier nog langer te blijven. Dus ik ga bij deze de video afsluiten. Dus vond je dit nou een super vette video? Laat er even zoveel mogelijk likes en reacties achter onder in deze video. En dan checken jullie weer bij een volgende video. Later.